Voetbalclub Groen-Geel snapt niet waarom de gemeente FC Groningen een extra veld op Sportpark Koppers den Hoorn heeft gegeven. Dit maakt de situatie voor de amateurclubs op het sportpark namelijk bijzonder moeilijk. Eerst zouden er 4 velden voor de amateurs komen, nu zijn er volgens Groen-Geel nog maar 3. Op die 3 velden moeten de 1000 sporters trainen en wedstrijden spelen. Dat is volgens de club te weinig. De gemeente heeft FC Groningen altijd het alleenrecht om een extra veld ontzegd. Totdat de amateurclubs in een ingelaste vergadering opeens te horen kregen dat FC Groningen toch het alleenrecht krijgt. Nou, dat is ontzettend wrang, want ons is al 2 jaar lang voorgeschoteld dat juist ook veld 7, daar gaat het om, het beruchte veld, het hoofdveld van Groen-Geel, ook beschikbaar zou worden voor de brede sport. Vooral de gemeente had volgens de amateurvoetballers anders moeten handelen. Met FC Groningen zijn de voetballers juist blij. Met de komst van FC Groningen ontstaan er gewoon mogelijkheden en kansen voor het sportpark die anders er niet zouden zijn. Dus dat vooropgesteld. Alleen de wethouder die heeft afspraken gemaakt en die afspraak komt haar niet na. Waardoor de brede sport dat wel was gedupeerd en dat kan toch niet de bedoeling zijn. Woensdag is er een spoeddebat over de situatie op Corpus den Hoorn.